dit is Evert Winkelmans, bekend van de populaire podcast Mid-Mid. Wie hem een beetje kent, weet dat hij zot is van voetbaltruitjes. Maar weet je wat ik zo jammer vind? Dat ik mijn truitjes niet heb gekregen door te ruilen na een match. Want dat vind ik zo'n schoon ritueel in het voetbal. Ja, truitje wisselen. Daarom vertrek ik nu op ruiltocht. Ik ga langs bij bekende voetballers met steeds dezelfde vraag. Wil je alstublieft een shirtje ruilen met mij? En aan het einde van de rit veilen we al die shirts voor het goede doel. Kom, we zijn weg. Hey Jelle. Hallo, hallo. Alles goed? Prima, met u? Ik ben helemaal met mijn rek tot in Waregem gebold. Fantastisch. Ik heb van iedereen gehoord dat jij ook een gekke verzamelaar bent. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij allemaal hebt. Ik heb wel een paar leuke exemplaren, ja. Dus, Toch niet allemaal van verdedigers dan? Nee, meestal ga ik op zoek naar de aanvallers eigenlijk. Het liefst dan nog met dezelfde rugnummer als mij. Dat jij wisselt met spitsen. Ja, als er een nummer 9 meespeelt. Is dat niet mega onrespectvol met een rechtstreekse tegenstander in de match? Want ik wissel niet met u. Maar verdedigers zegt me niet zoveel. Dus, Amai. Oh joh, dat is hier super groot, Jan. Ben je eigenlijk een verzamelaar? Ja, eigenlijk wel. Ik heb van alle Europese tegenstanders waar ik ooit tegen gespeeld heb, altijd het truitje gewisseld na de wedstrijd. Ik denk dat ik nu rond de 300 stuks zit of zo. Dus. Je bent bekend in het milieu. Ja, dat klinkt alweer zo. De shirtjesmafia, daar wordt gedeeld achter de rug. dat is al een mooie. Kastanje van Atalanta. Kastanje, ja, dat heeft papa voor mij geregeld. Vaak met kerstmis ligt er ook wel eens een truitje onder de boom. Echt? Ja, dan gaat hij stiekem op zoek naar ergens iets leuks. Oh, dat vind ik geniaal. Hoe was dat? Dan in de Champions League met Genk tegen Chelsea. Spijtig nog 5-0 verloren daar. Fernando Torres, ja. Oké, ja, deze. Andere nummer 9. Een pronkstuk, wow. Ik heb zelf niet meegespeeld, maar ben ik achteraf toch op zoek gegaan naar. Oké, je zit dan in de tribune als speler en dan daarna mag je wel naar de kleedkamer en dan ga je op zoek. En dan, ik denk zelfs dat de voorzitter van Real daar stond en dat hij dan is gaan vragen van, staat hier iemand voor uw shirt? Dus Perez, de voorzitter van Real, heeft voor u het shirt van Benzema geregeld? Ja, die zat ertussen. De Bruyne. Ook nog een mooie, hè? Daar is voor gevochten. 6 ook. Je vindt De Bruyne met nummer 6. Ja. Hazard, dat is van, ik dacht, in de Europa League met Genk ook tegen Lille gespeeld. En ik denk, ik kan me vergissen, maar dat misschien mijn eerste Europese wedstrijd was. Deze? Ja. Dus dat is wel echt een speciaal. Ja, dat is speciaal, ja. Dat truitje is in december heel meer waard geworden. Ja, maar dat is ook zo. Is de wereldkampioen Argentinië. Meegespeeld in de wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League. Ah ja, maar de vlekken van de match zitten er nog op. Ja. Oh, fantastisch. Wat is dit? Ja. Dit is de beauty op het einde. Dit is een truitje wat ik van papa cadeau heb gekregen, ik denk met kerstmis. En hij heeft me eigenlijk nooit willen vertellen hoe dat hij eraan geraakt is. Ja, ook Jelle met een Y. Nee. Maar we kunnen dat veranderen. Hè? Hoeft niet. Maar nu is de vraag natuurlijk, waarvan zou je afstand willen nemen? Wat zou je willen ruilen? Van Chelsea heb ik er 2. Die Thibaut heeft meegebracht, John Terry en Diego Costa. En als je mij dan de keuze laat tussen welke ik zou afstaan, dan ga ik Terry zelf bijhouden. Slim. Chelsea legend. En dan Diego Costa, als dat oké is voor u, als je daar tevreden mee bent. Diego Costa is toch een cultfiguur? Is dit match worn? Heeft hij dit gedragen? Dat heeft hij gedragen, ja. Badge van de FA Cup ook nog. Dus daaraan kun je zien dat het niet zomaar een shirt is. Ah, top. Dat gaat veel geld opbrengen in de veiling, daar ben ik zeker van. Oké, Jelle. Kijk maar eens wat je graag zou hebben. Dat heeft niemand. Jos de Preter. Goeie spits in Tweede Provinciale bij VK Hultje. Maar wel echt match worn. Ja? Ja, dat is... Ja. Het is heel lelijk, maar het is heel uniek. Okay. Het is van Yeonbuk Hyundai Motors, een ploeg uit Zuid-Korea. En Kevin Orris heeft daarmee de Aziatische Champions League gespeeld. Oh, wow. Dan vind ik deze wel... Kevin Orris? Ja, speciaal. Ja. Ja, ik vind dat ook. Dat is iets dat niemand heeft. Ja, daarom. Ene topspits voor een andere. Diego Costa, Kevin Orris. Yes, top deal. Kijk of luister naar Mid-Mid. Daar kom je te weten hoe je aan het truitje van Diego Costa kan komen. Je steunt er stopdarmkanker mee. Thank you.